Ik sta gewoon op instorten, I don't even know. Oké, okay, Kelvin, mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. Het is nog steeds Kelsember, wat betekent dat als deze video 11 adem, ik ben het weer vergeten. Even kijken hoor, ja, 11.500. Als deze video 11.500 likes haalt binnen 24 uur, betekent dat dat er morgen weer een nieuwe video komt. Oké, okay, dat is gezegd, dat is klaar, geen gedoe meer, geen gezeik. Hey, let's go man, hey. Ja, wat? Hotje, wil je even niet zo hyper doen? Doe eens even niet zo hyper. Ga. Kom eens onder je bank weg. Jij bent één hyperactieve kat, hè? Wat doe jij? Wat is dit? Wat is het? Wat doe je? Lig je op mijn hoofd? Sinds dat ik Otje heb, heb ik een soort van kind. Weet je, ik moet ineens thuis zijn, want anders krijgt het beest geen eten en gaat hij dood en dat is allemaal moeilijk. Maar het leek mij ook wel eens een keer leuk om te checken hoe het is om nou echt daadwerkelijk een kind te hebben. En mocht je nou de titel zien en denken, hey yo, is on, man. Ik heb geen kind, oké? Okay? Het is niet dat ik een vrouw bezwangerd heb. Tenminste, dat zou wel kunnen, maar dan weet ik er niks van af. En dat zou een beetje raar zijn, dus nee. Maar het leek me leuk om eens een keer te kijken hoe het is om tienervader te zijn voor een dag. Eén dag optrekken met een paar kleine kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet sterven en wel een leuke tijd hebben. En dat ging ik doen samen met mijn vriendinnetje Nina. Zij is dan zeg maar moeder en ik dan vader. En ik weet ook niet hoe ik het beter kan uitleggen. Dus ik ben naar Marktplaats gegaan. Ik heb gezocht op kinderen voor een dag. En toen kreeg ik een aanleidersnieuwwaarde. Een kennis van Nina, haar moeder, heeft een paar kids. En die was een weekend weg. En gingen we daarheen om op te passen. En dat was fucking leuk en dat heb ik allemaal gefilmd voor jullie, speciaal voor jullie Kelfam. Join de Kelfam, abonneer op mijn kanaal, like deze video als u sowieso morgen weer een nieuwe video wilt en dan gaan we kijken naar mijn weekend als vader. Ik zeg altijd tienervader, maar ik ben natuurlijk al gewoon ouder dan 20, dus het is niet eens meer echt tiener, maar alsnog. Oké, veel kijkplezier, hey! What's good, Kelfam? Het is 6 uur. Het is eigenlijk te vroeg om dit te doen. Ik ben normaal gesproken niet wakker op zondagochtend op dit tijdstip, maar ja, vandaag ook even uitzondering maken toch, want mocht je afvragen waar de fuck ik ben. Ik ben ergens in Groningen, in een dorpie. Ik ben bij 3 hele lieve kids aan het oppassen. Ja, ik ben even tienervader voor een dag. En dat ga ik vandaag speciaal voor jullie, omdat ik zie ik ben speciaal voor jullie vandaag tienervader. Want ik wil het jullie lekker laten zien. Dus bij deze, geniet ervan. Geniet intens van dit hartstikke leuke momentje. Het is dus 6 uur en als je afvraagt, hey, word je dan gezellig vanuit jezelf wakker? Want ja, weet je, vind je het lekker om op zondagochtend om 6 uur wakker te worden? Nou, nee. Dat is zeg maar niet waar. Ik werd een heel klein beetje wakker van dit. Yo, dat is de Loes. Het belooft een topdag. Vandaag wordt goud. Vandaag wordt weer comedy entertainment gold. Met de autotrash spelen. Wacht jij even, zitten, want ik moet naar de wc. Oké. Okay. Ik ben nog nooit zo actief geweest voor 8 uur 's ochtends. Ik zeg je eerlijk, man. Ik heb mijn treinen gespeeld, ik heb eten gemaakt, ik heb alles gedaan. Yo, I like this lifestyle, man. Hoe heet jij? Mats. Mats? Alles goed, Mats? Top! Ik ga dit allemaal filmen vandaag. Vind je dat leuk? Nee. Nee, vind je niet leuk dat ik dit allemaal film? Ja. Jawel? Hoeveel mensen denk je dat dit filmpje gaan zien? 100. 100? 100 mensen gaan naar jouw hoofd kijken. Dat is al veel, toch? Nee, sorry. Ik ga niet naar mijn hoofd kijken. Nee, niet doen. In ieder geval, ik ben bij Mats, Fieke en Laura. Dat zijn eigenlijk gewoon oppaskindjes van Nina. Maar nu wonen we in Amsterdam en nu zijn we niet meer zo heel vaak hier ook. Maar dan gaan we toch eens in een paar... gaan we toch eens in de zoveel tijd gewoon even hierheen. Om ze dan te checken en op te passen en zo. En dan sta ik hier in deze tuin en dan denk je natuurlijk... Hey Kelvin joh, ik heb zo'n zin in even een mooie rondleiding door deze tuin. Ja, dan gaan we dat even doen in hyperspeed, man. Let's go. Kruiwagen, een kant, een karretje, grasmaaier, het rijdende telefoon. Rosso. Trampoline. Dat gaan we niet doen. Nee. Woo! Nee. Oh. Ik ga
gaan we doen? Naar buiten. Gaan we naar buiten? Mag ik mijn fiets? Vraag maar aan Nina of dat mag. Mag ik ook met mijn fiets? Hey. Rustig. Blijf af. Laten we eventjes stilstaan bij de pluspunten en de minpunten van het hebben van kinderen. Pluspunten is een soort van constante stroom van liefde, leukheid, grappigheid en gezeik en wat dan ook. Dus eigenlijk is dat op zich wel leuk, want het blijft gewoon gaande toch? Ander pluspunt is dat je, nou dat is eigenlijk het enige pluspunt. En het minpunt is dat je zeg maar de hele tijd jezelf afvraagt van oké, ben ik nou onaardig of vinden ze me alleen onaardig? Mocht je afvragen, hé, waarom draai ik? Ik zit op zo'n ding. Ja. Yeah. Hoeveel reten geef je deze dag? Geen commentaar? Wat? Ja, we gaan naar huis. Nee. Kom, hoera. Doei. Doei. Kom je nog? Kom, tempo. Hoppakee. Tempo. Oké. Ik zie je thuis. Doei. Nou, de een is chagrijnig en wil niet meer fietsen. De andere moet vet nodig plassen. De andere heeft een kastanje gevonden. Die ene wil sjalen om de ander niet meer, mensen. Ik snap er ook allemaal niks meer van, joh. Besef eventjes hoe dit in deze kinderkamer is. Ik moet jullie toch even laten zien. Je denkt, hé, ik ben in een kinderkamer. Waar is dat bed dan? Ik zie geen bed. Oh, wait. Yo. We got some fucking vogelhuisjes. Vogelhuisjes? Vogelhuisjes, Kelvin, really? Schuurtje. Het staat gewoon een schuurtje in deze kinderkamer. Waar je gewoon in kan tukken. Gewoon, hé, yo, what's good? Hier ook gewoon een ander bed. What's good? Geen enkel probleem, man. Oké, hé, wat rust en muscle. Wat is dit? Kelvin, wat doe je nou net? Ben aan het filmen. Wat doe je nou? Niet ijs eten. Mag niet. Hartstikke vies. Niet doen. In pech. Pech? heb ik wel pech? Oké, is goed. Hoor, ik heb sterk het gevoel alsof ik je snot zeg maar aan mijn vinger heb. Wil je dit wel even... Hier, dit is van jou. Hier, neem me. Wat? Dit is van jou, ja. Dit is echt ook voor jou al veel. Wil je het niet terug? Wat? Wil je je snot niet terug? Wat? Wil je je snotje niet terug? Nee. Nee, hè? Nee. Zal ik het weggooien? Ja. Blijf zitten. Zit vast. Gaat niet weg. Nee. Nee. Jammer. Er is inmiddels een vierde kindje komen spelen. Dus kindje nummer 4. Ja. Dag meisje. Moet je niet naar je ouders? Mag niet met vreemde mensen mee naar huis. Moet je niet naar papa en mama toe? Het is inmiddels ongeveer 4:30 of zo, 4:00, 4:30, I don't even know. We zijn sinds 6:00 ochtends, hè. Sinds 6:00 ochtends zijn deze kinderen wakker. Het is gewoon, they keep on going. They don't know how to stop, man. Het is hier wel super chill, het is gewoon pittoresk, het is gewoon Gronings, weet je wel. Gewoon eigenlijk nul mensen op straat, super dikke vrede hier ook. Gewoon echt feng shui hier ook. Gewoon, wow, er komt een auto langs die denkt, hè, wat is deze gast nou aan het vloggen en zo hier ook. Ja, waarom doet dat hij? In ieder geval, over een paar uur komt mama weer terug en dan gaan wij weer terug naar Amsterdam en dan ben ik gewoon dying en ik... Ik weet niet of ik het volhou, mensen. Ik weet niet of ik die paar uur extra nog volhou. Ik sta gewoon op instorten, I don't even know. Oké, we gaan door. Was good. Was good, Kelvin. Yo, hey, draag geen rolie, want die cars, boys. Wat doe jij? Doei. We hebben inmiddels gegeten. Het is een uurtje of 6 nu. We moeten nog 2 uurtjes wachten voordat mama thuis is. En dan zijn we eindelijk afgelost. En besef heel even, ik ga jullie heel even de chaos laten zien in de woonkamer op dit moment.